De organisatie van de profronde had een sponsor- en persbijeenkomst georganiseerd. We spraken onder andere met wethouder Driessen en maakten hiervan de volgende impressie. Ja, wielrennen en zeker de profronde, dat hoort gewoon bij Tiel. Zonder de profronde is het gewoon minder in Tiel, want Tiel staat bekend als een echte wielerstad. Nou, we kunnen één naam alvast onthullen die zeker gaat komen, dat is Bram Tankink. Daarnaast hebben we nog verschillende contracten hebben liggen bij renners, maar die hebben nog steeds niet getekend. Dus dat wordt nog heel spannend. We zijn bezig natuurlijk met Tom Dumoulin, we zijn bezig met Anne Verbregge, Annemiek Verfleuten. Ja, we hopen de komende weken daar echt wat meer duidelijkheid over te krijgen. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Walter de Bruin en mede namens mijn collega's, maar ook mede namens Michel van Hees van de Betuwe. Wil ik u allemaal van harte welkom heten. Ja, we zijn in Tiels familiebedrijf en je oorsprong ligt in Tiel. En ik vind het een heel leuk initiatief in Tiel. De profronde is een begrip van vroeger uit en nu weer terug in de binnenstad. Wij zijn als Tiels bedrijf met een aantal andere merken vertegenwoordigd als autosponsor. En dat doen we al een aantal jaren met het merk Skoda, wat natuurlijk wat met de wielersport heeft. En nu dit jaar voor het eerst met het merk Seat. Dus een kleine parcourswijziging. We kunnen namelijk de Westluiderse straat niet meer in, vanwege dat die opnieuw opgebouwd is. Dus we moeten nu links voor de parkeergarage langs, om de ingang van de parkeergarage heen en zo richting de Westluiderse straat. Ik denk wel dat het een verbetering is. De renners die zullen het niet zo fijn vinden, maar wij vinden het wel wat spectaculairder geworden.